Goedemorgen. Welkom bij het webinar Offline Werker met Collector voor ArcGIS. Mijn collega Marco Wagemakers, product consultant bij SG Nederland, gaat u meenemen in de wereld van Collector voor ArcGIS en wat je er offline mee kunt doen. Ik geef nu het woord aan Marco, maar ik wil eerst nog even aangeven dat u uzelf niet moet unmuten, want dan horen wij u er doorheen praten. Dus mijn vraag is om niet op de unmute-knop te drukken. Daarnaast mag u vragen die u heeft via het vraag- en antwoordscherm invullen. Deze zullen wij, als er tijd over is, aan het eind van het webinar beantwoorden. Nou, nu geef ik even het woord aan Marco Wagemakers. Ja, dankjewel Maria. Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom nogmaals bij het webinar Offline Werken met Collector voor ArcGIS. Zoals al gezegd, mijn naam is Marco Wagemakers. En ik ga u de komende uur meenemen met door de Collector app en wat er allerlei mogelijkheden daarvan zijn. Het webinar heeft de volgende inhoud. Er zijn een drietal onderwerpen. We gaan als eerste in op een overzicht van de huidige ArcGIS apps en hoe dat de context ook van Collector in het ArcGIS-platform. Als tweede gaan we kijken, en waar de meesten voor zijn aangeschoven, naar het offline werken met Collector voor ArcGIS. En als derde punt neem ik u mee in het voorbereiden en het publiceren van de data voor Collector. En dat is meteen ook de configuratie van de app. Dus als laatste punt gaan we echt kijken naar hoe je de app op maat kunt maken. We behandelen elk blokje met een presentatie en een demonstratie. En zoals Maria ook al zei, aan het eind gaan we in op uw vragen en antwoorden, geef ik daarbij. En dus de vraag van, heeft u iets, typ dat in en we gaan dat verzamelen. En als de tijd is, dan gaan we ook die vragen beantwoorden en anders komen we daar op een later moment via de e-mail bij u op terug. Oké, laten we beginnen bij een overzicht van de ArcGIS apps. Ik geef hier een stuk context van de Collector voor ArcGIS app binnen het ArcGIS platform. Want als u bekend bent met de S-Suite software, weet u dat wij praten over onze software als een platform. Het ArcGIS-platform bevat aan de achterkant, en dat ziet u onder, de data en de services. Veelal de inrichting die u wellicht in een organisatie hebt staan. Bijvoorbeeld ArcGIS voor server, maar ook gecombineerd met alle online content die beschikbaar is binnen ArcGIS Online. Ofwel hosted services die u in ArcGIS Online beschikbaar stelt. En aan de rechterkant ziet u de woorden cloud en on-premise. Wat dat betekent dat u de spullen in de cloud kunt zetten, in ArcGIS Online, of alles on-premise op uw eigen netwerk, alles geïnstalleerd hebben. En als we dan kijken naar het portaal, daar worden de data, de services gecombineerd. Daar komen gebruikers op samen en wordt ook de spullen toegankelijk gemaakt voor de voorkant. Want de voorkant van ons platform, u ziet het, de desktop, de web en devices, daarop krijgen we toegang tot die data met allerlei applicaties. Dat kan zijn links de desktop, ArcGIS voor desktop. Het kan zijn het web, wellicht heeft u misschien een viewer ingericht, GeoWeb, die toegang geeft tot de data. En ook aan de rechterkant devices, waaronder Collector voor ArcGIS valt. En we focussen vandaag ons juist op die devices. De mobiele strategie van S3 is er eigenlijk op gericht dat de geokant, de spullen die voor de GIS Professional altijd beschikbaar zijn, dat we die juist laagdrempelig beschikbaar maken binnen een organisatie, zodat anderen van het platform gebruik kunnen maken. En we
ondersteunen daarbij meerdere mobiele platformen. Dus de strategie is er duidelijk op gericht dat we Android ondersteunen, iOS, maar ook Windows en ook de browser is favoriet, dus HTML5 applicaties. Dat doen we door tal van native apps te maken en dat wil zeggen dat echte executable op de device staat, zoals Collector voor ArcGIS, of dat doen we door tal van webapps te leveren, zodat er in de browser ook de applicatie, het platform en de services toegankelijk zijn. Aan de achterkant, of we bieden voor de ontwikkelaar een developer toolkit aan op developers.arcgis.com, waarmee u uw eigen applicaties kunt maken. En dat betekent zowel native apps, dus iOS apps, Android apps, Windows apps, maar ook voor de webkant met JavaScript, dat daar hun applicaties ontwikkeld kunnen worden. Als we kijken naar het bereik eigenlijk van ArcGIS apps in de organisatie, dan zien we linksonder de professional apps, de professional applicaties. En dat wil zeggen ArcMap of de nieuwe ArcGIS Pro die in beta gelanceerd is. Dat betekent dat dit bedoeld is voor de geoprofessional die zijn data daar beheert, die daar zware analyses doet, die echt als professional user aan het werk is. Aan de andere kant zien we webapplicaties gericht voor kenniswerkers, beleidsmedewerkers, mensen buiten de organisatie wellicht, die toegang krijgen tot het platform door een webinterface. Daarnaast hebben we ook tal van gerichte apps beschikbaar. Wellicht bent u bekend met het dashboard, een applicatie om live data weer te geven. Nou, de collector die vandaag centraal staat en ook pas gereleased voor iOS, voor de iPad, voor de iPhone, Explore voor ArcGIS. En deze applicatie is bedoeld eigenlijk voor ook het brede gebruik in de organisatie om het platform te benaderen en voor kenniswerkers, beleidsmedewerkers, mensen die geo willen gebruiken, die bij de geo willen, waar ze ook zijn, dus op het device, toegang te krijgen tot het platform. Het dashboard nog even voor real-time live data, voor een operationeel picture en de collector dan voor het veldwerk. En eigenlijk hebben we die de naam gegeven Foundation Apps, de basis apps binnen ons platform. Nou, om even stil te staan bij die Foundation Apps, nogmaals, die sluiten aan op het ArcGIS platform. Dus met het dashboard kunt u toegang krijgen tot uw kaarten, met de collector kan dat en ook met Explore. Wat betekent als we dat aanmaken dat deze apps op maat te configureren zijn en daardoor richten we ze vaak in voor een specifieke taak. Vroeger zagen we nog wel eens dat we applicaties maakten waarmee we allerlei databronnen meegaven. We zien nu meer dat we ons richten op een specifieke taak. Dus veldwerk, wat wil je doen, wat wil je inventariseren en dat je daarvoor ook een inventarisatie aanmaakt, zodat zeg maar al die users onder in de applicatie, die eigenlijk geen GIS professional zijn, snel aan de slag kunnen, snel hun werk kunnen uitvoeren en eigenlijk gebruik kunnen maken van heel die waarde, hoe het platform is ingericht binnen de organisatie. We zorgen ervoor dat de apps die beschikbaar zijn een regelmatige update hebben, zoals u dat eigenlijk ook gewend bent met andere apps die op devices staan. Dus bijvoorbeeld Explore is in april uitgekomen en heeft zijn eerste update gehad. Collector is in maart een nieuwe update geweest en ook in april hebben wij die weer geüpdate. Dus zodat
naast natuurlijk dat er snel problemen die erin zitten opgelost worden, maar ook dat kleine brokken nieuwe functionaliteit steeds toegevoegd worden, zodat de gebruiker nog productiever is met de app. Nou, dan Collector for ArcGIS, een mobiele app die wij echt richten voor het veldwerk. Iemand die buiten aan het werk is, die GPS heeft, dat daardoor de locatie gebruikt wordt en die data kan opnemen en kan bijwerken. Dus zo inspecties kan doen, inventarisaties kan doen. En we proberen dat die gebruiker zo veel mogelijk te helpen, zodat hij zich echt met het inspectie van de assets van de objecten bezig kan houden, zijn kennisniveau, en dat hij door intelligente formulieren snel geholpen wordt om de gegevens ook af te vangen en in te vullen. Drop-down boxen die helpen om snel ook de data te valideren. En natuurlijk media. Op onze device zit een camera, zit video, zit er mogelijkheid om foto's te maken. Je wil dat ook juist aan je data toe gaan voegen. Dus wat je neemt is niet alleen dat je dat visueel inspecteert en alleen met attributen dat invult via het formulier, maar juist ook met media eraan haken, zodat er nog een beter beeld is op kantoor als de gegevens daar gecontroleerd worden of wanneer er daar verder mee gewerkt wordt. Nou, als we kijken naar collecten voor ArcGIS, ik zei het al, dan kun je eigenlijk zien dat het gaat over het opnemen van assets van objecten in het veld en vaak de locatie en ook de status daarvan. Dus is het goed, heeft het onderhoud nodig, is het beschadigd? Een ander doel waardoor je het veld ingaat of waarvoor je het veld ingaat, kan ook juist zijn om de kwaliteit van je data op een hoger niveau te brengen. Je hebt al assets in de database zitten, maar bijvoorbeeld wil je nieuwe attribuutinformatie opnemen. Dus het kan ook gaan om een stukje inventarisatie. Dus je bomen in een wijk inventariseren, welke soorten het gaat. En we zien ook dat collecten wordt gebruikt om bijvoorbeeld enquêtes te doen, waarbij het eigenlijk huis aan huis gaat, je eigenlijk een punt zet van waar op het adres en dat je dan ook daar de gegevens via de formulier opneemt. En eigenlijk vervangt dat heel de papieren workflows waar we met een papieren kaart of met pen en papier het veld in gaan. We kunnen dat meteen digitaal invoeren en dat sluit dan ook meteen aan op werkprocessen binnen de organisatie. De data is gelijk beschikbaar, zodat daar ook binnen op kantoor mee verder gewerkt kan worden. En het niet eerst op papier wordt genoteerd en later nog eens gedigitaliseerd gaat worden. Collector is momenteel beschikbaar voor Apple in de App Store en ook voor Google, voor Android in de Google Play Market. So, dus daar kun je naartoe gaan. Je kunt daar eenvoudig intypen Collector for ArcGIS en je ziet dan de app beschikbaar komen. En deze is gewoon te downloaden op ieders device. Nou, dan hebben we nu heb ik een kleine introductie gegeven over het platform. Dan wordt het nu eens tijd om naar de collector te kijken. En we schuiven de iPad in beeld. Wanneer we de app opstarten, dus we hebben een icoontje op het beeld en ik laat het nu zien aan de hand van de iPad. Maar u zult begrijpen dat de experience op een Android device hetzelfde is. Dit is een tablet formaat, maar hij is ook op phone formaat beschikbaar.
We toetsen de button omdat we de app gedownload hebben. En eigenlijk wordt u dan gevraagd om in te loggen met uw ArcGIS organisatie identity. Dus met uw named user, met de gebruikersnaam en een wachtwoord. De app is gratis te downloaden. En als u wilt kijken wat dit voor uw organisatie kan betekenen, dan kunt u simpelweg op proberen klikken. Dat heb ik nu gedaan. We worden aangemeld in de app en we zien een 6 voorbeeldkaarten waarmee u eigenlijk de mogelijkheden van Collector kunt verkennen. Nou, laten we eens naar de Damage Assessment Survey kijken en we openen deze nu door daarop te tikken. Dus met een tik op het scherm zijn we in staat om nieuwe gegevens toe te voegen. En u ziet dat de interface daar geheel op gericht is. We zijn momenteel in Rotterdam bij het groothandelsgebouw waar deze webinar waar de opname is. En u ziet ook dat we daar naartoe zoomen. Wat we met deze schadebeeldeninspectie kunnen doen, is dat we een nieuwe inspectie kunnen toevoegen. De voorbeelden onder proberen zijn in het Engels, maar dat is wel even goed om te kijken wat je functioneel kunt doen met Collector en of dit geschikt is voor uw organisatiewensen. Je kunt klikken op bijvoorbeeld een nieuw object inwinnen. We hebben hier een element wat beschadigd is en laten we hier het groothandelsgebouw kiezen. Ik kan dat doen aan de hand van GPS, maar ik kan ook met een klik op het kaart toetsen en zo een nieuwe schadebeeld inspecteren. Ik kan op de attributen klikken en zo vul ik zeg maar het formulier in. Mijn naam, mijn achternaam. En daar zit intelligentie achter, zodat we bijvoorbeeld hier bij de bewoner kunnen zeggen van ik ben bijvoorbeeld de bewoner en ik ben geen eigenaar van het gebouw. Ik kan zeggen van of het nog bewoonbaar is en het is nog bewoonbaar. Ik kan aan de hand van dit attribuut zeggen hoeveel mensen er nog inwonen. Dus zo word ik echt door mijn inventarisatie geleid, stap voor stap, dat ik ook al mijn gegevens invul. Nou, mijn schade, wat er voor schade is. En uiteindelijk kan ik nog aangeven. En hier zie je ook weer de intelligentie terugkomen van waar het toch komt. En ik zeg nu met al die regen dat er een overstroming is geweest. Nou, als we dan blij zijn met onze inspectie, zouden we eventueel daaraan ook nog een foto kunnen toevoegen. Dus ik heb de mogelijkheid om met de camera een afbeelding op te nemen of een video te maken. Ik laat dat nu even zitten. Ik klik uiteindelijk op verzenden en mijn gegevens worden opgenomen in de database. Ik zie dat inmiddels volgens mij nog wat meer mensen bezig zijn. Dus dat is hartstikke mooi als u uw eigen object op het beeld ziet. Collector biedt ook de mogelijkheid om te zeggen van we hebben hier een object beschikbaar. En ik wil daar bijvoorbeeld naar gaan navigeren. Dus een stukje navigatie en routebeschrijving zit daarin. Ik heb ook de mogelijkheid om mijn basiskaarten vanuit de organisatie te verwisselen. Dus ik ben bijvoorbeeld in staat om op de ondergrond nu tal van luchtfoto's te leggen. En we zien hier dat het station nog in aanbouw is. Dus zo zijn we in staat om onze eigen organisatiekaarten op de achtergrond te leggen. Ik heb tools in handen om te kunnen meten, dus afstanden te meten van in het veld,
Daarnaast kan ik zoeken. Ik ben bijvoorbeeld in staat om te zoeken naar plaatsen of adressen, zodat ik daar naartoe kan navigeren. Dan heb ik nog de mogelijkheid om de lagen op de kaart natuurlijk als in een GIS-systeem aan en uit te zetten. Er zijn nog de mogelijkheid om bookmarks te maken, dus gebieden die u wil inspecteren, dat u daar ook gelijk naartoe kunt springen. En hier hebben we de mogelijkheid om de GPS aan en uit te zetten. Dus eigenlijk is dit een kleine introductie van Collector for ArcGIS en de mogelijkheden die eigenlijk met de applicatie er zijn. U ziet weinig knoppen, een duidelijke interface, zodat iedereen daar eigenlijk met een kleine instructie mee aan de slag kan. Ik ga nu terug naar kaarten en ik zeg nu dat ik mij wil aanmelden voor de volgende demo. Dat gaan we dadelijk doen, want we gaan eerst weer verder met een stukje presentatie. Even nog een terugblik. We hebben net gekeken naar ArcGIS-apps die het bereik uitbreiden van GIS. We bieden meer mogelijkheden aan waarop de geodata gebruikt kan worden. En met apps zijn ze nu benaderbaar voor meer mensen in de organisatie. We hebben eigenlijk gezien dat Collector for ArcGIS gericht is op het veldwerk. En als laatste dat we dit geheel kunnen configureren naar de wensen van de organisatie. Dus net de schadebeeldeninspectie. En we zullen zo zien dat u voor uw eigen organisatie een eigen inspectie kunt inrichten. Dan gaan we verder naar misschien wel het thema waarvoor u bij deze webinar gekomen bent. Werk offline met Collector voor ArcGIS. En dat offline betekent dat dat daar waar er geen dataverkeer is, daar waar geen internetverbinding aanwezig is, dat er verder gewerkt kan worden eigenlijk met al die functies die ik u zojuist liet zien binnen Collector. Als we eigenlijk kijken, dan zien we dat we, als we offline zijn, en dan wordt er eigenlijk alle data die we net bekeken op de device gedownload. En je ziet dat we dan eigenlijk alle functies kunnen gebruiken die ik zojuist ook liet zien. Nou, hier komt dan natuurlijk bij, hè, naast bekijken en de interactie met de kaart, de meten van afstanden, oppervlakte, de pop-ups, media toevoegen in de vorm van foto's, het opnemen en het bijwerken van objecten. Daar komt natuurlijk bij dat we, als dan het werk gedaan is, dat we moeten synchroniseren. Dus het betekent voor we het veld ingaan dat we met een goede internetverbinding de gegevens moeten downloaden op de device, dat het daar offline dan beschikbaar komt. Dat je dan bijvoorbeeld ook je schadebeelden kunt inspecteren en als je dan klaar bent met je werk, dat je alles weer terug synchroniseert naar kantoor. Hoe doen we dat? Als u bekend bent, dan werken we in een webmap altijd met operationele lagen. Dus binnen online, waar de kaart gemaakt wordt, en dat zult u straks ook zien, is er een operationele laag en er is een ondergrond. Dus er zijn basiskaarten, net zoals u net zag, de operationele laag was het schadebeelden. En de ondergrond was de topografische kaart. En die heb ik ook gewisseld in de demo naar een luchtfoto. Wat we dus kunnen doen, is als we feature services aanmaken eigenlijk, waarmee we kunnen editen in onze kaart, dan kunnen we die downloaden op de device. Dus dat betekent dat op onze device, op ons Android device, op ons iOS device, een nieuwe geodatabase wordt gegenereerd die helemaal geschikt is voor mobiel gebruik. Daarnaast telt map service. U ziet altijd die tegels op de ondergrond, een mooi plaatje wat gerefereerd is.
maar de data kunt u niet wijzigen. Nou, ook deze tiles worden gedownload op uw device. Dus ook weer on-premise, wat u zelf dus op ArcGIS voor server heeft staan, of ook wat gehost wordt in ArcGIS online. Dus u heeft dat beschikbaar en u kunt deze gegevens downloaden, zodat u daar offline mee kunt werken. Nu was dat al mogelijk voor de Esri basiskaarten die uit Amerika komen in Web Mercator. En momenteel wordt er deze week, eind van de week, wordt onderhoud afgesloten. Dat ook onze RD basiskaarten vanaf volgende week beschikbaar zijn. En dat u daar ook mee kunt werken op uw device. Ik bedoel dan, we hadden al kaarten van Esri beschikbaar in onze Nederlandse projectie. Deze waren nog niet mogelijk om die offline beschikbaar te maken. Dat gaan wij volgende week aanzetten, zodat u volledig in uw eigen Rijksdriehoekstelsel kunt werken op de device. Nou, hoe zit het dan in elkaar? Ik zei het al, ik had het al over workflows net. Collector wordt gebruikt en eigenlijk geef je een gebied aan wat je op het device wil downloaden. Dus je kiest een gebied, want je wil, ja, je kunt niet, je zit natuurlijk met de capaciteit aan wat er gedownload kan worden op een device. Dus je kiest een bepaald werkgebied. Vervolgens download je daarvan de kaart, dat wil dus zeggen de operationele data om die te kunnen bijwerken, maar ook de ondergrond. Die komen beschikbaar op het device. Daarna kun je eigenlijk werken zonder internetconnectie. En uiteindelijk als je klaar bent, dan maak je weer verbinding met het netwerk of als je weer verbinding hebt, dan kun je de items terug synchroniseren naar kantoor. Nou, deze huidige workflow is heel erg gedreven door de medewerker zelf die het device heeft. Die kiest welk gebied hij wil hebben, gaat de stappen door en kan daarna naar buiten. Wat we zullen doen in een toekomstige release, dat we ook de mogelijkheid hebben dat een beheerder binnen ArcGIS Online packages kan klaarzetten, dus een mobiele package die eigenlijk beschikbaar is, die wordt voorbereid en dat de veldmedewerker meteen aan de slag kan hiermee, want degene die hem voorbereidt deelt deze via ArcGIS platform met gebruikers en uiteindelijk kunnen die direct aan de slag. Dus wat je ziet, dat het nu meer is van de gebruiker die offline gaat, dat in een toekomstige workflow juist een beheerder een package klaarzet, zodat de gebruiker nog sneller productief is met de app. Dus dit zijn de workflows. Laten we nu gaan kijken naar het offline gebruik binnen Collector. Ik ga heel even inloggen op mijn device en dan sleep ik hem ook weer in het scherm. Dat is nu gebeurd. En eigenlijk ziet u ziet nu allerlei kaarten die binnen mijn ArcGIS Online platform aanwezig zijn. En ik had het net al over de delen van groepen. Want we kunnen hier bijvoorbeeld, heb ik een groep aangemaakt, inspectie openbare ruimte. En daarvan zijn kaarten beschikbaar. En u ziet aan het bolletje erbij dat deze kaarten ook gedownload kunnen worden. Dus dat betekent als je op meer klikt dat je een item kunt downloaden. En eigenlijk zegt hij dan van joh, wil je al een download gebruiken van een huidige basiskaart? Bijvoorbeeld, u werkt altijd in hetzelfde gebied en die tal package is al beschikbaar op de device. Of wil je echt een nieuwe basiskaart gaan downloaden die zeg maar voor deze
nieuwe inspectie of inventarisatie voldoet. Daar kies ik nu voor. En dan moet ik eigenlijk een paar dingen doen op mijn device. Ik moet aangeven wat mijn werkgebied is, waar ik in ga werken. En onderin ziet u werkgebied en u ziet het tabje kaartdetail. En daar kan ik eigenlijk kiezen welk schaalniveau ik nodig heb om informatie, zeg maar, te downloaden en beschikbaar te maken. Dus dat betekent, hier stel ik in dat de data gedownload wordt en op welk detailniveau ik mijn data mee ga krijgen. U ziet hieronder ook nog de geschatte grootte. Ik zie nu dat deze niet bijgewerkt wordt, maar dat zal in een toekomstige release opgelost worden. Ik kies even voor annuleren, omdat het downloaden gaat even overheen. Ik heb hier al een offline kaart op mijn device staan en ik kan deze eigenlijk openen. Dat ga ik nu doen en ik zie eigenlijk dat de kaart gewoon beschikbaar is. Ik hou ook even internetverbinding, want anders kunt u niet meer met mij meekijken. Maar als ik uit ga zoomen, dan zie je ook dat hij een gebied meegenomen heeft en dat je dat kunt eigenlijk met dezelfde gebruikerservaring zoals ik net het online workflow liet zien, dat ook offline beschikbaar is. Ik heb hier wat objecten toegevoegd voor een inspectie van de openbare ruimte en ik kan nu op het plusje klikken om deze zeg maar in mijn beeld te zetten. En wij zouden bijvoorbeeld kunnen kijken, ik zag net toen ik hier aankwam lopen wat zwerfvuil liggen bij het station. Dus ik klik even hier waar ik hem wil toevoegen. U ziet nu dat ik heb gekozen voor zwerfvuil en ongedierte, graffiti of hondenpoep. En die kan ik ook met de specificatie verder aangeven van wat hier aan de hand is. Ik kies nu echt voor zwerfvuil. Dus dit is weer de intelligentie van de formulieren. En ik kan hier ook opmerkingen aan toevoegen wat ik nu zie. Veel zwerfvuil aanwezig. Ik klik op gereed. En wat u ook ziet is, als ik een nieuw object toevoeg, dat deze de status nieuw automatisch meekrijgt. En hier betekent het dat ik bijvoorbeeld dit kan in een werkproces kan inrichten, waarbij er ook via het web misschien naar deze data gekeken wordt en in de organisatie mee verder gewerkt wordt. Dus zo heb ik weer intelligentie toegevoegd om zeg maar de gebruiker zo handig mogelijk in het veld mee te laten werken. Uiteindelijk als ik klaar ben, tevreden met mijn update, met mijn informatie, dan klik ik op verzenden. En u ziet nu dat hier de Z is toegevoegd. En u ziet hier dat ik een ander object inbinnen, dus dat ik een stukje workflow krijg, zodat ik nog sneller en productiever kan zijn in het veld. Ik klik nu op annuleren en ik ga terug naar mijn kaarten. En wat u nu ziet is dat u in de offline omgeving, die heeft nu een eentje gezet van de data. Ik heb één object toegevoegd, dus wanneer ik weer verbinding heb met het netwerk, kan ik juist zeggen meer en op synchronisatie klikken. Wat hij nu gaat doen is niet alleen mijn gegevens wegsturen. Ik had bijvoorbeeld erover, misschien werk je in een werkproces samen waarbij je op kantoor ook allerlei acties doet met die data. Dus zijn daar mutaties, dan synchroniseert hij keurig die data zodat
als ik op synchronisatie klik, dat zeg maar mijn geodatabase op kantoor gelijk wordt met de geodatabase die ik op mijn device heb staan. Dan hebben we de software demonstratie gehad. Nog heel even een terugblik op het tweede blokje. Wat ging over het offline werken met Collector. We hebben gezien dat we dus zo'n feature layer die we kunnen bewerken en een basiskaart offline mee kunnen nemen. We moeten dan nog zorgen dat het bewerken en synchronisatie op de data ingeschakeld is. Dat ga ik zo ook nog even laten zien. En we definiëren een gebied, een werkgebied en een kaartschaal, zodat we met die gegevens kunnen werken. Dus welk gebied wil je offline meenemen en ook welk detailniveau wil je beschikbaar hebben. Dan gaat het nu over het voorbereiden en het publiceren van de data. Dus hoe kan ik eigenlijk Collector configureren op maat, zodat ik zeg maar mijn eigen data in de Collector krijg. En deze ook helemaal op maat krijg voor mijn werkproces. Nou, Collector, wat we al zeiden, die ondersteunt die feature service en die kunnen komen uit ArcGIS Online. Maar wat u ook kunt doen als u zelf uw ArcGIS server naar buiten heeft openstaan, dan kunt u uw eigen data ook offline beschikbaar krijgen. Het is daarvoor wel dat u de laatste release nodig heeft, dus 10.2.2 van april, die deze functionaliteit aanbiedt. Hieronder zien we dan nog in ArcGIS Online dat we bepaalde instellingen moeten doen voor zodat je met de data offline kan. En hier staat ook synchronisatie. En ik zal dat zo ook even in een demo nader toelichten. Dus dit zijn eigenlijk de dingen hoe Collector kan werken met uw eigen data. Collector werkt op basis van webmaps die u maakt binnen ArcGIS Online. En zo'n webmap bestaat uit minimaal één feature service, dat is dus de bewerkbare operationele laag. U kunt nog gebruik maken van logging, dat echt uw medewerkers of ook dat die puntjes zet om de zoveel minuten, dus dat er tracking plaatsvindt. Daarnaast kunt u een basiskaart toevoegen en kunt u in de webmap, en dat zullen we straks ook zien, de app-instellingen configureren. Dus welke functies moeten er voor de gebruiker beschikbaar zijn in de app? Uiteindelijk wat u moet doen is dat u een groep kunt aanmaken waar u bijvoorbeeld de veldgebruikers voor uitnodigt. Zodat zij, wanneer ze inloggen op de Collector, de beschikking hebben over de kaart, de beschikking hebben over de inspectie. Daarnaast kun je je mutatieopties, hoe je in het veld zeg maar wilt muteren, kun je verfijnen. Door pop-up instellingen te doen, kun je aangeven welke velden bijvoorbeeld zichtbaar moeten zijn en bijvoorbeeld welke velden ook bewerkt kunnen worden. En misschien wilt u mooie aliasen invoeren, zodat het ook bekend is van wat er ingevuld moet worden. Dat de gebruiker een herkenbaar geheel voor ogen krijgt. Wat we daarnaast moeten doen is dat we eigenlijk zoveel mogelijk gebruik moeten maken van de kracht van de geodatabase. En ik bedoel dan dat we op onze kaart vanuit ArcMap, waar we het geheel inrichten, een mooie feature template inrichten. U zag net bijvoorbeeld dat als ik een nieuwe inventarisatie invoerde, dat die automatisch de status kreeg nieuw. Nou, dat zijn allemaal dingen die je in zo'n feature template kan invullen.
Daarnaast kunt u gebruik maken van domeinen van subtypes, hè, de drop-down boxjes die je krijgt, zodat er een stuk veldvalidatie plaatsvindt. Dat ook gegevens niet alleen het handig is om het snel in te voeren, maar dat er ook standaardisatie plaatsvindt. Misschien mogen velden niet leeg zijn. Wilt u dat aangeven? Of wilt u afdwingen dat er een bepaalde rangewaarde ingevuld moet worden? Die ligt tussen bijvoorbeeld 0 en 10. En daarnaast kunt u ook gebruik maken van edited tracking. Dus dat er automatisch wordt bijgehouden wie welke edit doet op de data. Dus een edit, een nieuwe toevoegt, maar wie bijvoorbeeld ook een mutatie op die data heeft uitgevoegd. Nou, nog even iets over de workflows voor het aanmaken van de data. On-premise, als u het doet met uw eigen ArcGIS desktop, dan creëert u daar een service mee die u op uw eigen ArcGIS voor server publiceert. Binnen ArcGIS Online bereidt u een webmap voor op binnen Portal voor ArcGIS in de portal. En vervolgens biedt u die als download aan. Zoals ik ook liet zien, kan de kaart, kan de data gedownload worden op de mobiele collector applicatie. Uiteindelijk, wat hij eigenlijk doet is, wat je niet ziet, er zit technologie achter dat hij replicatiemechanismen gebruikt, zodat hij zeg maar een kopie van de geodatabase die staat in uw database, een kopie van de data, dat die ook daadwerkelijk op de mobiele device wordt gezet. En daarnaast dat de kaartlagen worden meegenomen. Uiteindelijk gaat u aan het werk op de collector. Query te data, u doet bekijken, u bewerkt het en uiteindelijk synchroniseert u de changes terug naar de database op kantoor. Naast dat we kunnen werken met een ArcGIS server, is het ook mogelijk om met managed services binnen ArcGIS Online te werken. Weer bereidt u de data voor. U publiceert de services vanuit ArcMap naar online. Uiteindelijk bereidt u weer de webmap voor, hè, die pop-up instellingen, die verfijning van de editing ervaring. En uiteindelijk kunt u de gegevens of eigenlijk alles beschikbaar weer maken op uw mobiele device. U kunt het uiteindelijk bekijken, bewerken, bevragen. En uiteindelijk terug synchroniseren naar de online omgeving. En dan zijn er mogelijkheden met de analyse tools om bijvoorbeeld de data te exporteren. Er is een extract data optie. En er zijn ook Python scripts aanwezig om zeg maar weer te synchroniseren met de data in uw eigen database. Dus bij de vorige workflow die ik liet zien stond de data op uw eigen database, op uw eigen ArcGIS server. Hier gebruikt u echt ArcGIS Online, waar u managed services, hosted services gebruikt om uw inventarisatie te doen. Dan is het nu weer tijd aangebroken voor een software demonstratie. Ik ga even kijken. Ik had mijn ArcMap openstaan. En u ziet hier aan de linkerkant dat ik weer mijn inspectiepunten heb. En ik heb zowel vlakken als lijnelementen. In mijn database, en als we naar home gaan, dan zien we die ook hier. Daar zien we dat er op deze data allerlei domeinen zijn gedefinieerd. Dus eigenlijk instellingen die ervoor zorgen dat ik die drop-down boxjes kan genereren. Dus hier zien we dat er een status is ingevuld. Verder zien we hier in de database de inspectievlakken, inspectiepunten en inspectielijnen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de properties van de inspectiepunten, dan zien we dat ik gebruik heb gemaakt van subtypes.
Dus dat betekent wanneer ik kies voor borden, paaltjes en overig straatmeubilair, dat daarbij een specificatie van het bordendomein wordt opgehaald en het statusdomein bij de status. En dat heb ik verder uitgewerkt, bijvoorbeeld voor groen spelen buitensport, pakt hier het domein groen en ook mijn statusveld. Dus zo kan ik zeg maar verdere intelligentie brengen in mijn formulieren die ik buitenin wil vullen. Dan nog even het volgende. Als ik de editor even start editing doe, dan kan ik hier natuurlijk gaan muteren. Maar ik heb hier ook een feature template beschikbaar die ik even midden op mijn beeld zet. En dat betekent eigenlijk dat ik hierin kan voeren van wat moet er nou gebeuren als ik zo'n puntje op de kaart zet. Dus als ik hier naar de properties ga, dan zie ik dat als hij een melding doet van bordenpaaltjes en overig straatmeubilair, dat ik bijvoorbeeld altijd kan maken dat hij standaard zegt repareren, vervangen, straatmeubilair. En wat u net ook zag, dat de status automatisch opnieuw wordt gezet. Dus dit kan ik in nieuwe intelligentie toevoegen, zodat de veldmedewerker enorm geholpen wordt om snel zijn inventarisatie uit te voeren. Nou, als ik dan binnen ArcGIS Online of binnen ArcGIS ben, daar kan ik dan mijn data publiceren en als services beschikbaar maken. Ik zet daar dan aan dat het een feature service wordt binnen ArcGIS Online of op mijn ArcGIS server. En maak ik de mogelijkheid dat je hem kunt updaten, deleten en kunt toevoegen. Als ik nu even doorga, dan had ik wat dingen net even nog uitgezocht. Nu ben ik ingelogd in mijn online omgeving en heb ik mijn webinar collecte voor ArcGIS zichtbaar op het beeld staan. Dus ik heb mijn data georganiseerd dat de data beschikbaar is. Hè. Ik kan op home klikken, dan zie ik al mijn spullen. Ik kan dat organiseren, zodat dat op een nette manier beschikbaar is. Ik heb mijn inventarisatielaag hier als features beschikbaar. Als ik dat op klik en op bewerken zet, dan heb ik hier instellingen die ik op mijn data kan doen. En dat wil zeggen dat ik hier heb gezegd dat ik bewerken heb ingeschakeld en een stukje synchronisatie, zodat ik mijn data ook kan synchroniseren en uiteindelijk kan bijhouden wie welke objecten bewerkt. Wat ik dan vervolgens doe, is dat ik deze open en ik klik even terug in een webmap. Dat laat ik nu zien in ArcGIS Online. Ook hier kan ik weer allerlei functies bewerken. En dat kan bijvoorbeeld zijn welke tooling er beschikbaar is in mijn applicatie. Zodat ik bijvoorbeeld routering, de make tool of keuze van de basiskaart aan of uit kan zetten. U ziet hier ook weer dat de offline modus is ingeschakeld. En uiteindelijk heb ik dus een webmap die ik in kan richten. En wat de basis vormt voor het mobiele gebruik daarvan. Deze kaart uiteindelijk opslaan en uiteindelijk delen met mijn groep die ik had, inspectie openbare ruimte. En zo zijn mijn gegevens gelijk toegankelijk voor een veldmedewerker. Deze kan ik binnen ArcGIS Online koppelen aan de groep, zodat hij daar rechten toe heeft om met de data en de spullen aan de slag te gaan. We gaan weer terug naar de PowerPoint. De software demonstratie is
gebeurd. We hebben gekeken eigenlijk naar het collector met de feature layer, de basiskaart, dat we die online kunnen krijgen. Dat we uiteindelijk gebruik maken van de geodatabase mogelijkheden en dat we pop-ups inrichten voor verfijning van de validatie. We hebben gekeken naar een drietal onderwerpen. De overzicht van de ArcGIS apps collecten binnen het platform. We hebben gekeken hoe we offline kunnen werken met die collecten. En we hebben uiteindelijk ben ik ingegaan om eigenlijk de kracht van het platform te gebruiken, ArcMap, om data in te richten, de geodatabase, om dat te publiceren om via Portal voor ArcGIS of via ArcGIS Online een webmap in te richten en vanuit die weer te delen in een groep en uiteindelijk dat beschikbaar te stellen voor de mobiele gebruiker. Ik ben nu veel aan het woord geweest. Ik wil aan Maria vragen of er nog vragen zijn die we hebben gehad. Nou, bedankt Marco voor deze nuttige presentatie. Ik heb de volgende vragen genoteerd. Ondersteunt Collector gerelateerde tabellen? Ja, een veel vereiste is dat, of we krijgen die vraag heel veel, hè, dat je gerelateerde tabellen hebt, bijvoorbeeld aan je data een relatie hebt. Je hebt een object die meerdere keren bijvoorbeeld geïnspecteerd wordt. En ik kan eigenlijk zeggen dat Collector momenteel nog geen gerelateerde tabellen ondersteunt. Ik neem u even mee naar de docpage van Collector. En hier hebben we eigenlijk een sneak peek met alle nieuwe dingen die in Collector beschikbaar gaan komen, de volgende releases. Dus zo wordt er ook gewerkt aan ondersteuning van gerelateerde tabellen en worden deze beschikbaar gemaakt. En dat betekent dat niet alleen dat komt in de collector, maar ook dat dat door het hele platform ondersteund moet gaan worden. Dus ook binnen ArcGIS Online moeten de mogelijkheden zijn om de pop-ups met een gerelateerde tabel te configureren. We hebben momenteel nog geen release datum, dat is nog niet bekend. En we zullen dat zeker gaan communiceren als we dichterbij komen. Dankjewel voor je antwoord, Marco. De volgende vraag is, is Collector voor ArcGIS ook beschikbaar op het Windows-platform? Nee, op dit moment is Collector alleen nog beschikbaar voor iOS en voor Android. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe runtime SDK voor .NET. Die zowel aan Windows 8, de store daarvan, en ook aan de desktopkant één SDK gaat vormen. Dus als zodra die in juli beschikbaar is, dan is dat de basis ook voor Collector op het Windows platform. Dus we hebben zeker plannen om Collector ook uit te brengen op Windows. Dankjewel weer. De volgende vraag is, wat is de toekomst van ArcPad en ArcGIS voor Windows Mobiel? Dan? Ja, ArcPad en ArcGIS voor Windows Mobile waren producten van Esri, of zijn nog steeds producten van Esri, die eigenlijk die altijd gebruikt zijn voor het veldwerk. En deze producten die blijven gewoon bestaan, want ze worden ook door vele klanten gebruikt om gegevens in te winnen in het veld en daarmee zeg maar een vergelijkbare workflow te doen als nu met Collector. Echter, de Collector vormt een nieuwe generatie app voor het veldwerk en we willen hier qua functionaliteit ArcPad en ArcGIS voor Windows Mobile voorbij gaan streven. Dus echt voor het veldwerk is de focus van Esri op Collector gericht. Volgende vraag, Marco. Moet degene die zijn data hosten in ArcGIS Online of kan het ook anders? Ja, ik heb de vraag is dus van moet je per se je data hosten in online? Ik wil nog een keer benoemen dat je juist heel het ArcGIS platform kunt gebruiken. Dus
Dat betekent dat je je data kunt beschikbaar stellen in je eigen geodatabase en dat je dat gewoon vanaf je eigen server kunt publiceren en beschikbaar maken. Echter, heb je om webmaps te maken wel een ArcGIS organisatieabonnement nodig, dus portal voor ArcGIS, maar het sluit helemaal aan op de Enterprise GIS organisatie. Oké, de volgende vraag is, worden er nog meer apps door Esri ontwikkeld? Dat is een goede vraag. Ik noemde net al, wat apps. Laat ik jullie heel even meenemen naar www.arcgis.com. Ik ga dan naar de functies toe die erin zitten. En we zien hier een kopje staan met onmiddellijk te gebruiken apps. En als we daarop klikken, dan zien we hier collecten staan wat het doet. Met een link ook naar de documentatie. Maar ook andere apps, de Explorer die ik net heb genoemd. Dus veel meer gericht op het brede gebruik van GIS in de organisatie. Die zal dadelijk naast dat hij nu op iOS is, ook beschikbaar komen voor Android, macOS en op Windows. Dus dat we echt Explore een tool gaat worden voor eigenlijk iedereen die iets met die data wil en geen geoprofessional is. Nou, Esri Maps for Office is te downloaden. En ook wat ik net noemde, het Operation Dashboard voor ArcGIS, waarbij je meer een operationeel overzicht krijgt van de data. Ik heb nog één vraag. Zie ik een paar keer terugkomen. Er zijn nog meer vragen, maar ik wil graag de mensen vragen die, waarvan de vraag niet aan bod is gekomen nu, die te mailen naar contact@esri.nl met als onderwerpregel webinar collector voor ArcGIS. Dan zullen wij die vragen deze week of met de feestdag in aantocht volgende week beantwoorden naar jullie. De laatste vraag die ik heb is iemand die vraagt, als je een kaart downloadt voor offline gebruik, kan je dan heel Nederland downloaden of is dat veel te veel data? Ja, dat is een beperking aan de serverkant. Dus je kunt zeggen aan de serverkant hoeveel taals iemand mag downloaden. Meestal is dat werkgebied kleiner. Ik dacht dat het een 100.000 taals mogen zijn die gedownload mogen worden. Dus kijk even goed van op welk detailniveau heb ik mijn data nodig en wil ik dat bijvoorbeeld op heel hoog niveau hebben? Je kon dat gebied selecteren, maar ook het kaartdetailniveau. En als je dat wat hoger instelt, dan wordt er minder gedownload aan data. Dus dat is echt even aansturen van hoe je daarmee wil werken. Wat je natuurlijk ook kunt doen, is dat je meerdere taals op je device al van tevoren zet, zodat die beschikbaar zijn voor de gebruikers. Ik probeer heel even weer de iPad terug in beeld te grijpen. Daar heeft hij even wat moeite mee. Zo. Ik ben net iets te enthousiast geweest. Dus wat je kunt doen als je hier spullen hebt en dan heb je hier de knop beheren. En dat betekent dus dat je meerdere taals ook al van tevoren beschikbaar kunt zetten op de device. Zodat je die ook kunt selecteren om steeds her te gebruiken. Dus dan hoef je ook niet steeds opnieuw weer de data te downloaden. Dus ik hoop dat hiermee de vraag beantwoord is. Je kunt dus een bepaalde taalgebied van Esri downloaden. Je kunt je eigen basiskaart gebruiken. Je kunt via de app interface data downloaden. Of vooraf als een taal op het device zetten. Nou, alle informatie daarover. Ik was daar net al. Ik ga mijn iPad weer even weghalen. Als ik hier bij collector klik, dan kom ik op de documentatiepagina. En
En daar zie ik eigenlijk heel de workflow beschikbaar van het kaarten aanmaken, data verzamelen en allerlei uitwerkingen. Voorbeelden, video's van collector om zeg maar daar vooral uw veldmedewerkers productief mee te krijgen. Terug naar Maria. Nou ja, Marco, ik wil je hartelijk bedanken voor het geven van dit webinar. Zoals we al aangaven, als er nog vragen zijn, graag mailen naar contact@esri.nl onder vermelding van Collector for ArcGIS. En dan gaan we zorgen dat die vragen nog beantwoord worden. Marco, wil je nog wat zeggen? Ja, ik wil jullie bedanken, ieder voor jullie deelname ook van mijn kant. Nog even hier ook de documentatiepagina die ik net liet zien van Collector als een linkje. En ook nieuwe updates worden gepost op de blog van Esri met allerlei handigheden. Dus die is ook mooi om in de gaten te houden. En hieronder staat ook nog mijn e-mailadres als u mij nog bepaalde detailvragen wilt stellen. Hartelijk bedankt voor uw deelname. Nou, bedankt. Dan gaan we bij deze het webinar sluiten.